Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Ik had een filmpje over mijn cameratrein die ik zelf in elkaar gezet heb. Alleen na het uploaden bleek die ontzettend blurry te zijn. Niet goed in focus. Dus dit is een poging 2. Ik laat hier dadelijk gewoon het oude filmpje zien van hoe die over de baan rijdt. Alleen het stuk van deze cameratrein zelf doe ik even opnieuw. Wat ik heb hier is een oude Pico wagon. Hierin zit een Raspberry Pi Zero Wireless Edition. Met een SD-kaart. En met deze kabel hier voorop. De camera. Aan de andere kant zitten twee lithium-ion batterijen zoals ik die klaar had gelegd om te laten zien, maar niet meer weet waar. En dit is voor zowel het opladen van de lithium batterijen via deze micro USB, maar ook om ervoor te zorgen dat de batterijen niet te ver ontladen worden. Als je lithium batterijen te ver ontlaat, dan raken ze beschadigd. En kun je ze niet meer opnieuw opladen of opnieuw opladen kost heel veel moeite. Dus dat probeer ik altijd te voorkomen. En dit is de schakelaar om de stroom te zetten. Nou, als deze aangesloten zitten en de Raspberry Pi start op, maakt die verbinding met mijn wifi netwerk. Er zit wat programmatuur op en die neemt de beelden op van de camera. Op HD-formaat en zet ze meteen op een harde schijf op het netwerk. Als die dan uitvalt, dan heb ik het meeste van het filmpje ook nog eens. Dat formaat is redelijk ruwe data, als in er zit geen, het is geen MP4 of zo, dus dat moet je daarna nog even omzetten. Het is niet dat hij alles als oncomprimeerd opslaat, maar er ontbreekt wel het een en ander aan een container waar het in moet. Maar goed, als je dus dat omzet, dan kun je het daarna op internet zetten. Ja, ik heb hier ook nog een tie-wrapje om zitten. Zodat die, zodat die camera goed vast blijft zitten en niet telkens losschiet. Een stukje tape eromheen, dat hij niet ergens achter blijft hangen. En meer is het ook eigenlijk niet. En ik geloof dat dat ongeveer is wat in het oorspronkelijke filmpje zat. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En hier komt nu gewoon dat rondje rijden weer. Hier.